Elk jaar tegen de kerst organiseert ZNPC de Gouwe een oliebollentoernooi. Dat is een gezelligheidstoernooi en iedereen speelt tegen iedereen. De jongste tegen hun pa's en ma's, opa's en oma's. Onze jonge kanjers, ons aanstormend talent, krijgen natuurlijk de ruimte en de ballen om hun kunsten te vertonen. En eerlijk gezegd, ze zijn heel goed in het water en ze zijn razendsnel. Ga maar kijken.
We hebben tot nu toe alles verloren. Ja. Volgens mij. Maar jij vindt het wel leuk? Ja, ik vind het Daar wel leuk. Daar gaat het om, hè? Oké. Er komen nog meer wedstrijden, dus. Ga gewoon door, hè? Ja. Man, hè? Dat is de man, de man of the game. Ja? Ja. Heb ik geen zin? Ja. Heb ik echt geen zin? En hoe oud ben je? Ik ben 11. 11. Nog een keertje hard. 11. 11. En oh, dan ben je onder de 13. Ja. Dan tel je, doe je het toch dubbel? Ja. Heb je er al een paar gescoord? Nog niet. Oh jee, maar je gaat er nog voor toch, hè? Ja. Nou, veel plezier, hè? Ja, dankjewel. Hey.
Als je de bal hebt bij waterpolo, dan mag iedereen je aanvallen. Dan kan je dus maar beter ook ogen in je achterhoofd hebben. Let op! Door, ook het oude door. Je wordt ouder en niet wijzer, maar ik vind het nog heel fijn. Je zwemt nog steeds, hè? Ik zwem nog, ik train er één keer in de week. Vijf vingers van de scheidsrechter, een 5 meter bal, een strafworp. Het spel gaat nog even door, maar dan mag deze jonge speler die strafworp nemen. Hij knalt hem er onverbiddelijk mooi in. Ten slotte een prachtige foto van Ronald Houtman. Wessel van Kooten tilt Luc Pontjoen naar de juiste positie om een mooie assist het goal in te tikken, terwijl de arme keeper Marlijn het met angst en beven ziet aankomen.